Naast mij staan twee vrij illustre heren in de Nederlandse reisbranche. Waar we Werner van Disseldorp en Erik van der Vaart, beide Veluwe groepleden. Heren, hoe was 2013 eigenlijk? Roerig. Roerig jaar. Het was veel voor weinig, zoals wij altijd zeggen in het noorden. Hard werken en tegen weinig rendement. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het ook een hoop kansen biedt op langere termijn. En wij hebben het gelukkig, als ik voor mezelf spreek, nog goed droog kunnen houden. En zoals ik zeg, alle perikelen die nu weer het stof is wat gaan liggen, zeg maar. Dus ik zie vooral veel kansen, moet ik zeggen. Maar 2013 is in principe over het globaal genomen een jaar wat we snel moeten vergeten, denk ik. En we hebben 2013, hele mooie nieuwe winkel erbij. Ja. Heeft het gebracht wat jij wilde? Ja, dat is nu nog te vroeg om te zeggen, maar het is in ieder geval goed gestart. Hè? Dus, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus we zijn wel blij met hoe het tot nu toe loopt. Maar wat eerst klopt, 2013 was een uitdagend jaar. En geen jaar dat de boeken in zal gaan als een van de betere. En is 2013 ook al helemaal afgesloten? Bijvoorbeeld de afhandeling van het OAT-debakel, is dat ook allemaal klaar? Wat voor zover ik weet, bij ons in ieder geval niet. Wij hebben een poosje niks gehoord, wat stilte op de lijn gehad. Vlak na de kerst zijn onze dossiers, hebben we bericht gekregen dat onze dossiers in de afwikkelingsfase zijn. We hebben afgelopen week daar nog contact over gehad over een van die dossiers. Ik hoop van ganser harte dat het heel snel gaat komen. Maar op dit moment heb ik daar nog geen duidelijkheid over. En is dat bij jullie hetzelfde? Exact hetzelfde. Ja, exact hetzelfde. We hebben na de kerst voor het eerst weer contact gehad met de SGR. We zijn eerst druk geweest met alle individuele claims af te handelen, begrijp ik. En nu komen de reisbureaus aan de beurt. En ik hoor collega's waar het al is afgehandeld en een aantal collega's is nog in behandeling. Oké, nou, we blijven dat met veel nieuwsgierigheid volgen. 2014, hoe is dat begonnen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor ons uitstekend. Wij hebben de start in december, had ik het idee dat het wat later op gang kwam. Maar zeg maar, eigenlijk wat eerder dan de jaren daarvoor is dat gaan lopen. En wij hebben voor het eerst sinds een jaar of twee, drie een hele mooie jaarwisseling gehad met de cijfers die... Nou, het is nog hartstikke kort, dus als nu twee weken lang iedereen bepaalt om op zijn kont te blijven zitten, zou ik zeggen, dan heb je dat zo weer ingehaald. Maar ik ben zeer tevreden over de start, moet ik zeggen. En Werner? Ja, eigenlijk net tegenovergestelde van Erik. Wij zijn ook tevreden over de start, maar we hebben juist heel veel vroeg geboekt. En dus tot twee, drie weken geleden liepen wij echt heel erg veel voor. We lopen nog steeds flink voor. Maar bij mij zijn de eerste twee weken van januari iets minder. Ja, weet je. Waar heeft het mee te maken? Ja, zeg het maar. Brabant, Friesland. Ja. Zou kunnen. Dan gaat er nog een groot rumoer door de branche als het gaat over de eventuele samenwerking / fusie tussen VX en D-reizen. Hoe kijk jij er tegenaan, Erik? Ik volg dat met grote interesse. Ik moet eerlijk zeggen dat het er een beetje op lijkt alsof de pers dat heel snel opgepakt heeft, terwijl de achterban het nog niet zo snel naar buiten had willen brengen. Ik volg het vanuit de pers. Ja, ik weet niet of dat compliment aan jou toegedicht was, maar je mag hem hebben. Ik volg het met grote interesse uiteraard, omdat wij natuurlijk min of meer ook wel geïnteresseerd zijn in wat er gaat gebeuren. Maar echt concreet zijn daar geen uitspraken over gedaan. En ik denk als dat in een heel ver gevorderde stadium was geweest, dat ik daar wel iets meer over had kunnen zeggen. Dus ik wacht het rustig af, maar op het moment kan ik er eigenlijk niks zinnigs over melden. Werner, jij zit in het bestuur van de DTA. Ja. Daar zijn ook leden. Ik ben toch heel benieuwd naar jouw mening. Nou ja... Je snapt dat ik vanuit mijn bestuursfunctie van DTA daar eigenlijk niet op kan en wil reageren. Kijk, dat vakantie-experts en D-reizen elkaar opzoeken, strategisch belang, dat kan ik heel goed begrijpen. En ja, weet je, zolang als er niks verder concreets is, kan ik daar ook verder helemaal niks over zeggen. Ik denk niet dat dat ook meteen een bom onder DTA zal zijn? Nee, dat zie ik niet direct, dat verband. Maar ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Heren, bedankt. Ik wens jullie een geweldige 2014. Mij ook. Thank you.